hier zit het zaad in. Dit is het proefveld, dus allemaal vakjes achter elkaar. Dus ik scheur dat open, gooi dat alvast in de machine. Tot bovenin in. Ja, dat zaad zit hierin. Straks dan gaat dit ding omhoog, valt het zaad in deze draaibuis. Gaat het hier langzaamaan, rolt het hier één voor één in. Dan gaat het door die buizen en dan wordt het gezaaid. En die koutjes, dat wordt dan aangeduwd. En van achteren hangen die metalen pinnen, die doen er nog even grond overheen. Voordat het vlas opkomt. Als de temperatuur een beetje goed is, een week of twee, dan begin je het te zien. En wanneer staat het in bloei? De eerste paar weken van juni. En wanneer wordt het dan geoogst? Eind juli, begin augustus. En dan wordt het op het land gelegd om te rotten, te roten. Ja, ja, de grote percelen wel. Wij oogsten iets anders met onze kleine machine. Wij maken er bossen van. En die laten we dan ook nog even staan. Maar ja, en die worden niet zo plat op het land gelegd om te roken. Dat is altijd even zoeken waar dat precies ligt. Het zijn bruine zaadjes in bruine grond, dus ik zie een klein bruin zaadje voor mijn vinger. Dat is het vlaszaadje. Pepen zijn iedere keer dat het klepje van de zaaimachine naar boven gaat en dat die zaad loslaat. En de gele, dat zijn de banen die ofwel gezaaid hebben. En je rijdt op GPS, wat betekent dat? Global Positioning System. Dan kun je in ieder geval, doordat je coördinaten weet, kun je een rechte lijn bepalen. En dan kun je zorgen dat je een rechte lijn kunt rijden met je trekker. En dat die automatisch bijstuurt wanneer of die afwijkt van die lijn. Heb je daarvoor gestudeerd? Ik heb plantenwetenschappen in Wageningen gestudeerd. Ik ben de eerste vrouw hier bij Van de Beeld die met de plukker en met de machines rijdt. Vorig jaar ben ik begonnen hier en ik was dus de eerste vrouw in het bestaan van de Beeld die met de plukker het vlas deed plukken. Nog een keer voor de top.
En dan komt uiteindelijk dus de vezel die komt eruit. Waarom voet en top? Omdat de voet veel grover is dan de top. Dus de voet die is grover van vezel en die kan meer af. En de top is fijner en die moet eigenlijk anders behandeld worden. Thank you.
korte vezel. En alle partijen worden eigenlijk per teler, per perceel apart gezet. Om de kwaliteit voor elkaar gescheiden te houden. De korte vezel die gaat dus uiteindelijk naar papier of naar andere technische toepassingen. De vezel wordt hier op lengte gemaakt en daarna verdeeld. Dus tijdens het hekelen wordt het vlas gekamd, worden alle oneffenheden eruit gekamd, wordt het homogeen gemaakt. En daarvoor gaat hij eigenlijk door een kammersysteem waarbij de kammen, de naalden van de kam, steeds smaller komen te staan. Dus hier zit het nog redelijk grof staat. Aan het einde van de lijn staan de naalden op elkaar. En aan twee kanten wordt het vlas gekamd. Als iemand over de hekel halen, dan ziet er wel dat iemand hekelen is niet zo aardig. Alle korte vezel die eruit valt en alles onreinheden, die vallen eigenlijk naar beneden. En die worden opgeperst in balen. En dan de korte vezel van de hekel, die kan bijvoorbeeld gemengd worden met katoen. Of er kan ook weer een draad van gemaakt worden. Dus het vlas wordt van de hekelmachine afgepakt. En wordt hier gelegd. En doordat ze precies over elkaar heen worden gelegd, krijg je een band die overal even dik is. Die vezels grijpen in elkaar en daardoor krijg je een draad. Een continu draad. Dus uiteindelijk komt er een continu draad uit de hekelmachine, een soort voorgaren voor de spinnerij. Dus dit is eigenlijk al het eindproduct dan? Dit is voor ons het eindproduct. Ja. En vanaf hier gaat het dan naar de spinnerij toe. En dit is zoals wij noemen de winkel. Dus hier staat alle lange vezel per boer, per perceel gesorteerd. Omdat elke perceel heeft eigenlijk zijn eigen kwaliteit. In lengte, in kleur, in fijnheid en in sterkte. En de handelaren komen hier kopen. Vaak komen ze zelf kijken. En dan sorteren ze echt de kwaliteiten die zij nodig hebben voor hun klanten. Voor de spinnerijen. Dus per rol wordt vastgelegd hoeveel meter dat erin zit. Het gewicht van de rol. En bij ons ook het ras. Omdat wij ook een zaaizaadleverancier zijn, houden wij altijd bij wat de opbrengsten zijn per ras. Hoeveel lange vezel er afkomt. En welke kwaliteit? Je kijkt naar de kleur. En je kijkt naar de kracht. Hoe steviger die is, hoe beter het is. En dan kijk je naar de fijnheid. En de fijnheid is vooral de splitsing. Dus goed linnen kreukt. Het kreukt eigenlijk al vanaf dat het van het land afkomt, moet het kreuken. Alleen het beste zaad blijft eigenlijk over om weer gebruikt te worden als zaaizaad voor volgend jaar.